We zijn begonnen met 45 auto's 17 jaar geleden, 18 jaar geleden. Ja, inmiddels hebben we de 100, dus kun je niet meer helemaal op je gevoel afgaan of op een bepaalde auto's doen. Cijfers worden steeds belangrijker. Ik kan me nog wel herinneren dat je mij belde met de vraag, goh, ik heb iets gelezen. Kun je eens een keer langskomen om hier, mij hier iets meer over te vertellen? Je dataset, zeg maar, ligt niet. En geeft soms ook ander inzicht dan, dan je zou denken. We hebben geconstateerd dat dit gebeurt. Oké, prima, maar wat gaan we daar dan doen? En als je op die manier je bedrijf gaat runnen, dan wordt het ook leuk. Want dan gaat het niet meer om van, ja, maar jij had gezegd dat. Nee, dit is geconstateerd. Iedereen kan er wat van vinden. Als je het niet mee eens bent, prima, zoek je het maar uit. Maar dan moet je ook met een goed verhaal komen en met een goede dataset. Nou, dan ga je op zoek en dan kijk je in de markt wat er te koop is. Ja, en dan kom je bij standaard dashboards terecht. Dan ga je erover nadenken, hoe ga je het doen? Je moet zelf wat bouwen. En toen las ik een artikel. Ik dacht, nou, dan moet ik die man eens gaan bellen. Zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. In het begin zijn we begonnen met allerlei tabellen, allerlei cijfers als cijfer presenteren. Later zijn we meer getransformeerd naar grafieken, visualisaties. Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen. Waar ik net op zoek ben, is eigenlijk dat mensen mij gaan vertellen hoe mijn bedrijf gepresteerd heeft, zonder dat ze weten hoe de business in elkaar zit. KPI's werden geïntroduceerd. KPI's is leuk, maar je moet wel weten wat er, hoe het ontstaat. Dus het is heel belangrijk om de cijfers betrouwbaar te houden en ook ja, echte feiten onder de ogen te zien. En dat is nog wel eens een uitdaging. Hoe krijgen we die verandering nou ook zover dat mensen er ook wat mee gaan doen? Ja, dat is een kwestie van heel veel overleggen en overtuigen en vooral laten zien. Gebruik je die data die je intern verzamelt ook richting je klanten om je klanten mee op te voeden of mee aan te sporen? Of juist... Nou, kijk, de planning kun je niet bij de klant neerleggen. Dat is iets wat we voor een deel zelf in de hand hebben. Voor een ander deel wat je wel bij de klant neer kan leggen, dat ga je bespreken. Maar waar een klant wel wat aan kan doen, is vaak de verblijfduur van die auto. Ja, doordat we dus inzicht hebben in hoe lang een auto ergens stilstaat, kun je met zo'n klant in gesprek. En zeggen van, kijk, moet je eens luisteren. Wij hebben afgesproken dat zo'n auto maar een uur stil mag staan. Hij staat die uur in 10 minuten. Ja. Dus dat is 10 minuten te lang. En dan heb je ook een eerlijk verhaal. Dit was geen opdracht, dit was eigenlijk een reis, moet je zien. Met elkaar afstemmen, hoe kun je het beter maken? Als dit niet kan, hoe kan het dan anders? Wat heeft je nou opgeleverd? Dat je veel sneller inzicht hebt in de cijfers. Voorheen was na calculatie echt rekenen. En uiteindelijk kun je zeggen dat het hele traject ons best veel tijd gekost heeft. Meer dan ik gedacht had. Maar dat het uiteindelijk ook veel meer heeft opgeleverd. Meer inzicht in wat er binnen ons bedrijf gebeurt.